Ik vind het wel een mooi project. Het is ook mijn eigen stad. Dus ja, ik vind het wel leuk om hier aan het werk te zijn in het centrum. Het verkeer is deze week terug bij de werkzaamheden aan de Weteringschans. Ja, het gaat hartstikke goed. We hebben het eerste deel van het werk hebben we opgeleverd. Dus tussen het Weteringscircuit en de Spiegelgracht is, zoals je ziet, de fietsstraat aangelegd. We hebben een nieuwe, veel bredere en hogere toegankelijke tramhalte en een veel bredere stoep. Prettig, want het is normaal dat je druk op het fietspad en hier kan je gewoon met z'n allen gewoon vier naast elkaar fietsen. Het is wat breder geworden en ook wat veiliger vind ik, want voorheen had je het, zeg maar, het met de trambaan en zoiets en dan was het onveilig en nu is het toch wat veiliger. U bent nu te gast, wat vindt u daarvan? De gast? Waar ben ik te gast? Met de auto. Mocht ik hier niet rijden? Jawel, maar u bent wel te gast nu op de fietsstraat. Dit is niet anders. Dit is... Kijk, we zitten natuurlijk met een probleem in Amsterdam. Nou, dat weten we. Verkeer. Op een of andere manier moet het opgelost worden. Maar we moeten natuurlijk ook wat parkeerplaatsen nog houden. Hè, voor de gewone werkende Amsterdammers die in de stad moeten werken. Dat vind ik wel nog steeds een probleem. We zijn nu ook gestart op het deel tussen Kleine Gartmanplantsoen en de Museumbrug. En daar gaan we eigenlijk hetzelfde doen. Dus daar gaan we ook een fietsstraat aanleggen. Daar komt ook een nieuwe toegankelijke halte. En in het voorjaar gaan we ook de Museumbrug zelf opnieuw inrichten. Ook daar komt veel meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Er zijn nu nog twee autorijbanen, maar dat wordt één rijbaan richting Stadhouderskade. Autoverkeer kan vanaf de Sisseniskade niet meer de Weteringschans op, maar via de Leijmaansgracht. Voetgangers die worden langs het Barlees Lyceum geleid, de brede stoep. En voor fietsers vanaf het Leidseplein, die worden over de Sisseniskade geleid. En die kunnen dan ook hier bij de Spiegelgracht weer de Weteringschans op. Als het tijdelijk is en zo snel mogelijk klaar is, zou het wel fijn zijn. Maar meestal heb ik het gevoel dat het heel lang duurt, hoor. Veel mensen zeggen inderdaad, het duurt lang. Dat komt omdat we werkzaamheden natuurlijk altijd gefaseerd proberen uit te voeren om de bereikbaarheid zo goed mogelijk te houden. En als we ergens de weg opnieuw gaan inrichten, dan moeten we ook altijd eerst alle ondergrondse kabels en leidingen vernieuwen. Dus vandaar dat het nogal eens lang duurt. Dit hele deel van de Weteringschans is in de zomer volgend jaar klaar. En het deel waar we gaan werken, tussen Paradiso en de Museumbrug, dat is eind voorjaar klaar. Dit was het verkeer. Tot volgende keer.